wel denk, als ik nu zou willen beginnen, dat ik niet meer zou beginnen. Want op een gegeven moment heb je te weinig ruimte. Dus je moet wel afbakenen. Je barmt niet al mijn hele leven in mij. Barbie verzamelaarster. Ik verzamel nu ruim 30 jaar. Ik ben begonnen toen ik 8 of 9 was. En ondertussen heb ik wel heel veel Barbie poppen. Ik denk 300, 400, 500. Maar ja, op een gegeven moment gaat het niet meer om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Ik verzamel mijn Barbie poppen, maar ik verzamel niet alleen Barbie poppen zelf. Maar ook de hele familie eromheen, alle accessoires, alle merchandise. Gekke dingen, wat je gewoon niet heel vaak ziet, waar komt Barbie vandaan? Ja, dat is ook allemaal wel niet in tentoonstelling te zien. Dus het is niet zo van 1959 tot jullie Barbie, dat is het. Nee, er zijn wel dingen omheen die ook het bekijken zijn. Ik verzamel Barbie poppen van 1959 tot 1972. Met een beetje een uitloop van 1978. Nieuwe niet, ja, het werd dan roze, dus dat verzamel ik dan eigenlijk niet. En het wordt gewoon te veel. Ja, iedereen, mensen kennen natuurlijk Barbie vanaf 78. Toen werd echt wat knalroze gebruikt, dus iedereen herkent dat en herinnert zich dat. De oude poppen hebben dat ja, meer wat oranje kleurtjes, een hele andere kleur. Ook veel rustiger. Ja, dan zou Barbie een apart in het roze en dit als fascinerend kleur niet zo. Dus dat is hetgeen wat ik er niet kan. Hoe is het begonnen? Ik hield helemaal niet voor Barbie poppen. Mijn broer en zussen zijn veel ouder dan ik, dus die hadden ook oude speelgoed, sneaky toys en oude Barbie poppen. En ik speelde met hun Barbie poppen. En toen zij 18 waren, gingen ze het huis uit. En ik was nog thuis en toen had ik een Barbie poppen mee. Dus vandaar. Toen dacht ik, nou, ik heb geen Barbie poppen zoeken. Ik heb van mijn zus gaan zoeken. En nou, die vond ik één, en toen nog eentje. En dan vind je een Frenzy, een nichtje van Barbie, een Ken. Ja, in het begin kocht de Barbie poppen echt op rommelmarkten. En mensen zeiden ook van, nou, mijn Barbie poppen was natuurlijk heel klein. Ze zeiden, oh, die Barbie is niet op zonde. Kind is te groot, dus die mocht ze wel hebben. En tegenwoordig kopen ze toch meer op een marktplaats, via internet. Vroeger had je alleen maar verzamelbeurzen, Barbiebeurzen, rommelmarkten. En tegenwoordig heb je veel meer mogelijkheden om het ook vanuit Amerika te laten komen. In de 80e jaren werden heel veel Barbie's verzameld. Er werden ook Barbie-poppen gemaakt door al die bekende ontwerpers. En we begonnen ook echt de verzamelwoede begon op dat moment. En je ziet echt het golfbeweging gaan. Dus in de 90e jaren was het echt een hype. In 2000 werd het weer minder. In 2010 nam het weer iets op. En ik merk dat er op dit moment wat meer weer in is. Ja, 60 jaar Barbie is natuurlijk weer een wereld. Nou ja, wat je ook eens hebt, de meeste mensen verzamelen, willen dus meer. In Amerika zie je heel veel mensen die mint verzamelen, dat het gewoon net uit de verpakking komt. Dat doen ze ook wel, maar dat kan niet altijd. Soms heb je ook eens dat het gewoon mee gespeeld is, en dan zie je eigenlijk de liefde van het kind terug. Het is niet zozeer de pop zelf die van mij fascineert, het is meer de verhaal eromheen. Dus je kan aan de Barbie heel goed de tijdslijnen zien. Dus er zijn bijvoorbeeld pakjes van Jackie Kennedy. De flower power periode, Dynasty, hè, echt die pofmouwen en zo. Dat vind ik wel leuk om dat weer terug te zien. Ook deze aan kunnen tentoonstellen. Je hebt de nummer 1 Barbie. Dat is deze. Die is heel wit. En die is heel. Niet heel acrylic. En aan de rechterkant heb je Build-Mini. Dus dat is eigenlijk de voorloper van Barbie. Een Build-Mini was niet gemaakt voor kinderen. Die was meer gemaakt. Die was gemaakt naar Build-Mini. Dat is een Duitse weekblad, een nachtblad. En daar stond zij als stripfiguurtje in. En toen dacht een Duitse bedrijf, nou, maak daar popjes van. En daar is Build-Mini uit ontstaan. Dus Build-Mini zag je eigenlijk bovenin mannen bungelen in de auto's van de mannen. Dus niet om mee te spelen. Maar je ziet wel dat. Best wel veel op elkaar lijken. Dus ze hebben wel heel veel van hun overgenomen. Nou, Build-Mini was heel breekbaar, dus Mattel moest iets maken waar dat de
wat steviger was, hè, dat niet meteen brak als je het aan ging kleden. Dat heet Barbie. En de eerste poppen, zie je ook, die hebben een gaatjes in hun voeten. Dat hebben de allereerste poppen. Dus we hadden deze gemaakt, we hebben deze ook echt met een hand geschilderd. Maar de eerste poppen die braken af, die voetjes, want die werd in de standaard gezet. Ja, dat brak natuurlijk af. De tweede pop had geen gaatjes meer in de voeten. Die lag er precies zo uit. Maar omdat het ook zoveel tijd kostte om hem te schilderen, als we iets van, nou, we moeten eigenlijk een andere pop maken. Een nummer 3, de derde versie, die makkelijker te maken is. En dat is deze. Ze lijken wel heel erg op elkaar, maar je ziet dat hun gezicht heel anders is. Deze, de donkerharige, de nummer 3, zie je dat hij geërbust is en zo met de hand omgeschoten met een malletje. En deze is echt met de hand aangeschilderd. Maar ja, de poppen blijven nog steeds wit. Dus dat wilde Mattel ook niet meer. Dus eindelijk plastic gevonden wat niet verkleurd. En dan gaat ze weer zweten. Dat is ook niet goed, dat ze gaat zweten. Dus Mattel dacht, ja, dat moet ook niet beter. Dus je merkt wel dat Mattel wel heel erg bezig was om producten te verbeteren. En uiteindelijk is er niet plastic gebruikt. En dat bleef veel mooier. Dat is even de ontwikkeling in het kort. En dit was de eerste pop. Samen met een het kort haar die in Nederland kon kopen. Dus al die witte poppen zijn in Nederland nooit gekocht. Veel te mager, die is veel te dun en kinderen willen ook zo dun worden. Maar ik denk dat kinderen dat niet eens zien. Ik denk dat hier iets wat van ouders en oude mensen zien. Mattel heeft in de 60e jaren een serie uitgebracht van Barbie in verschillende landen. Dus Barbie in Japan, Barbie in Zwitserland, Barbie in Nederland. Dat vind ik wel heel leuk om er eentje. Eerste poppen waar, ja, wat je nu tegenwoordig heel veel ziet, maar toen best wel uniek was dat je poppen bij de haren. De kleding van Barbie is echt, vooral in het begin, werd dat echt met de hand gemaakt. Later werd het machinaal gedaan, hè, in al China, in Maleisië, in Korea. Maar toen het echt in Japan werd gemaakt, werd echt, als je ook die kleding ziet, het is heel klein, het is heel kleine ritjes, kleine knoopjes, details heel mooi, kleine handschoentjes, alles is heel gedetailleerd. Dat zal je ook wel zien op de tentoonstelling. Nou, in 1959 kocht je een pop met een badpakje aan en dan kon je de losse kledingsetjes kopen. Maar die waren vrij prijzig. Een pop was $3, zo'n 10 gulden tot die tijd in Nederland, dat was een prijs. Maar de kledingsetjes kostte ook $3 of 10 gulden. Dus je kocht de kledingsetjes en de pop apart. En vanaf 1972 kocht je
hetzelfde. Met voor mijn eerste keer verschillende poppen en verschillende kleding. En later één pop die nog verschillende kleding zit. Ja, dat vind ik wel leuk om dat weer terug te zien. En eigenlijk alles omheen wat ik net al aangaf. Of de merchandise eromheen. Dus wat is Mattel en wat deed Mattel? Dat vind ik.